Today. Lancering one-stop window Bisa Busa voor betere consulaire dienstverlening. In het hoofdgebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Lachmondstraat is de one-stop window Bisa Busa gelanceerd door de ministers Eldis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken en Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken. Dit vond plaats op maandag 8 april. De one-stop window Bisa Busa, ook wel OSW genoemd, is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst zal bemenst worden door zowel medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken als consulaire medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken benadrukten dat de fysieke aanwezigheid van de consulaire medewerkers in samenwerking met het personeel van CBB binnen de one-stop window zal zorg dragen voor kortere wachttijden voor de afhandeling van akten en paspoorten aanvragen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.